Claims. Het is vandaag een heugelijke dag, want vandaag is de website Wie wil dat niet gelanceerd. Ja, en dat heeft een reden. Ja, dat heeft zeker een reden. Wat wij als IKA voor ogen hebben, dat is dat wij de komende jaren ons hart willen maken voor werkgelegenheid in Dedemsvaart en Balbrug. Zoals je weet is Weekamp onlangs vertrokken. Dat scheelt toch aan arbeidsplaatsen. En wat wij willen proberen, dat is ondernemers ook verder uit den landen actief te maken en enthousiast te maken voor locaties in Balkbrug en in Dedemsvaart. Ja, en dat doen jullie niet zomaar op een gewone manier. Jullie hebben iets heel moois gedaan. Ja, een deel van de leden van de IKA heeft zich verzameld in de Vitaliteitscommissie. En die Vitaliteitscommissie die heeft met het bestuur van de IKA zijn wij enthousiast om tafel gaan zitten. Kijk, wat gaan wij doen? En dat heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat er voor een periode van 5 jaar 4 vrachtwagens van transportbedrijf Oegema uit Dedemsvaart beplakt en wel met 4 vrouwelijke ondernemers daarop door heel Nederland gaan rijden met onder andere de tekst wiewildatniet.nl, waar wij grond aanbieden, de mensen enthousiasmeren om grond, percelen te kopen in Balkbrug en Dedemsvaart vanaf €42 de vierkante meter. En wie wil dat nou niet? En wie wil dat nou niet? Ja! Het is een prachtig project wat hier vanmiddag gestalte heeft gekregen. We hebben het gecombineerd met de algemene ledenvergadering van de IKA. IKA die telt zo'n beetje, als ik exact moet zijn, 107 leden op dit moment. We hebben het afgelopen jaar een groei doorgemaakt van 30% van het ledenaantal. Iedereen was hier zo'n beetje. We hadden een bijeenkomst met 100 leden. De gemeente was aanwezig. Kennispoort Zwolle was aanwezig. We hebben er een mooie happening van gemaakt. De vrachtwagens waarop de dames staan zijn hier op deze locatie geweest. Een prachtige locatie. De Fellowship of Acoustics. Een mooi bedrijf in Dedemsvaart waar wij te gast mochten zijn. Vandaag met onze algemene ledenvergadering. Maar ook met de operationeel maken zeg maar, van de site en Twitter en Facebook. Van wie wil dat nu niet? Meneer Nijhuis, bedankt voor het gesprek. Voorzitter van de IKA, bedankt. Industriecombinatie Avereest heeft de website wiewildatniet.nl gelanceerd. Nou, die website is bedoeld als één loket waar alle leads zeg maar, binnenkomen. En wij proberen die te krijgen door middel van 4 vrachtwagens die dan door Nederland rondrijden. Door middel van vrolijke ondernemers, vrolijke succesverhalen die dan interessant verhalen over de buren brengen. Zodat mensen die geïnteresseerd zijn in Dedemsvaart, gecombineerd met een goedkope grondprijs, denken van, nou, laat ik daar eens wel even meer. De mentaliteit van het personeel is heel goed in deze regio. Als ondernemers samen een goede samenwerking hebben onderling, we proberen elkaar te helpen. Wij zitten hier al 88 jaar op het industrieterrein met heel veel plezier. We hebben hier goede medewerkers, we hebben hele leuke lokale ondernemers, mensen met ervaring, maar ook vernieuwing erin. En ja, we hebben het hier enorm naar ons zin. Dedemsvaart en Balkbrug leent zich mooi om te ondernemen, want je zit dicht bij Zwolle. Je bent makkelijk bereikbaar. De gemeente Hardenberg kun je goed mee communiceren. Die communiceren goed met ondernemers, die denken veel mee. We wilden graag uitbreiden, het theater kwam erbij, de muziekschool kwam erbij. En die kansen zagen we hier in Dedemsvaart. We hebben hier de ruimte genomen, maar ook gekregen. En ook van de gemeente gekregen om echt de dingen neer te zetten die wij graag neer willen zetten. Ondernemen met ons mee in Balkbrug of Dedemsvaart en groei met ons mee. Kijk op www.wiewildatniet.nl. Ik ben Lydia Drach van Buitenbeton uit Balkbrug.